In het jaar 1471 stierf 's ochtends onder de hoogmis op Sint Antonius de godvruchtige leek Gerlakus Johannes, 72 jaar oud en geboren in de buurt van Zolle, namelijk in Diezen. Heden overleed na een langdurig, doch smartelijk lijden, onze geliefde moeder, behuwd en grootmoeder, Hendrikje Snel, in de ouderdom van bijna 82 jaar. Zolle Kerspel, 22 februari 1946. We zouden willen dat gisteren nooit voorbij was gegaan, omdat vandaag alles zo anders is. Onze Thijs, 29 maart 2013. Door de eeuwen heen hebben velen hun laatste rustplaats gevonden. Op het sfeervolle bergklooster. Een uur gaans van de drukke Zwolle bij de rivier de Vecht wees de Deventer prediker Geert Grote eind 14e eeuw een plek aan waar de broeders des gemene levens zich in afzondering konden wijden aan hun innerlijk leven. Kijk, rondom de voet van deze heuvel moeten jullie je tenten opslaan. Hier op deze plek verrees het Sint-Agnietenklooster en op 22 oktober 1399 is de bijhorende begraafplaats gewijd. De kroniek vertelt, toen de plechtigheid voltrokken was, daalde een zachte regen neer die de geheiligde plaats met hemelse dauw besproeide. De beroemdste bewoner van dit klooster, Thomas à Kempis, schreef: wie mij volgt, gaat zijn weg niet in duisternis, zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus waardoor wij worden gewenkt. In zover zijn leven en gedrag uit te beelden, als wij waarachtig verlicht willen worden en van alle blindheid van hart bevrijd. Met deze tekst begint zijn De Navolging van Christus, dat in vele vertalingen nog steeds wereldwijd gelezen wordt. De kloosterkroniek van Sint Agnietenberg vertelt: in het jaar 1471 op Sint Jacobus, na de completen, stierf onze zeer geliefde broeder Thomas Hermeken, geboren te Kempen, op 91-jarige leeftijd. Hij ontsliep in de Heer en werd begraven in de oostelijke kruisgang. Na de reformatie vanaf 1581 is het klooster afgebroken. De buurtbewoners ontfermden zich over deze gewijde plaats om hun dierbaren te rusten te leggen bij Thomas. Pastoor Waaier liet in 1672 Thomas' gebeente opgraven en bijzetten in een reliekschrijn. Momenteel rust Thomas à Kempis in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek te Zolle.
Achter de gedenksteen, boven een restant van de kloosterfundering, staat een zuil met het gebeeldhouwde hoofd van Thomas, kijkend over de graven. Het klooster is verdwenen, maar tijdens het delven van een graf wordt nog regelmatig kloosterpuin aangetroffen, waarvan een deel wordt bewaard in het museumschuurtje. Er is nog één graf uit 1540 bewaard gebleven. Dat van Jan Mulert, heer van de naastgelegen havezate Kranenburg. Op de zerk zijn de familiewapens te zien en in iedere hoek het symbool van de vier evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Toen begin 19e eeuw het begraven in en om de kerk verboden werd, vonden veel inwoners van Zwolle-Kerspel en Zwolle, aangetrokken door de eenvoud en eeuwige grafrust, een laatste rustplaats op Bergklooster. Adellijke families uit de geslachten Vos van Steenwijk, van Dedum, van Haasolte, van Rechteren van Appeltern en van Namen van Eemnes werden hier in grafkelders te rusten gelegd. De in de Tweede Wereldoorlog ontruimde grafkelder van een van de zonen van de dichter Rijnvis Veit diende voor onderduikers als schuilkelder tijdens razzia's. De afgelopen decennia is Bergklooster steeds verder uitgebreid, uiteindelijk tot 7 gedeeltes. De graven zijn sober ingericht, gelegen in akkers. Op het oudste deel en het nieuwste deel zijn de graven naar het oosten georiënteerd.
meeste graven zijn bedekt met een staand monument en gras. Op veel stenen groeien bijzondere beschermde korstmossen. Rijkelijk bloeit hier de oorspronkelijke, zeldzame rivierduinvegetatie. Op de oudste delen mag de vegetatie tot volledige bloei komen en wordt pas laat in de nazomer afgemaaid.
Tussen het reukgras bloeien de vele rode lijstplanten, onder andere een duifkruid, samen met Zwolse anjer en honingzoetgeurend groot walstroom. Verspreid over de begraafplaats staan markante bomen, waaronder de hemelbol. Elk graf heeft hier drie lagen. Het grafrecht blijft behouden zolang de onderhoudskosten worden voldaan. Deze kunnen steeds worden verlengd en afgekocht, bijvoorbeeld voor een periode van 10 jaar of langer en zelfs voor altijd. Meerdere generaties kunnen in hetzelfde graf begraven worden. Bergklooster is een algemene begraafplaats. Voor iedereen. Op 12 mei 2012 is ook Nieuw Bergklooster in gebruik genomen. Deze nieuwe begraafplaats ligt een eindje verwijderd van de oude, aan het begin van de Bergkloosterweg, vlakbij het uitvaartcentrum. Deze totaal nieuw ingerichte begraafplaats is ruimer van opzet. Alle graven liggen aan paden en mogen volledig bedekt worden met een grafmonument. Over de breedte van Nieuw Bergklooster is naar ontwerp van Harry Pierik een zonneborder aangelegd. Deze zonneborder schijnt over de hele begraafplaats. De hoofdpaden lopen als zonnestralen uiteen. Thank you.
Het klooster wordt bestuurd door een vereniging van leden, afkomstig uit 5 aangrenzende buurtschappen. Iedereen, ongeacht levensovertuiging, kan zich hier ter ruste leggen. De vereniging streeft ernaar om een begrafenis voor iedereen betaalbaar te houden. Bergklooster met haar rijke, oude geschiedenis, spiritueel, groen en nieuw, biedt een waardige, sfeervolle, laatste rust en gedenkplaats in een bijzondere omgeving, waar overledenen in alle rust in de aarde opgenomen kunnen worden.